De politie, ambulance en traumaheli zijn donderdagochtend opgeroepen voor een ongeval met letsel bij truckcleaning op het industrieterrein Doornhoek in Veghel. Het slachtoffer lag voor de deur van de wasstraat. Het zou om een medewerker van het bedrijf gaan die tijdens het schoonmaken van een voertuig is gevallen. Nadat het personeel van de traumaheli de man had gestabiliseerd, is hij met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.